De 55-jarige Gordon heeft de afgelopen jaren eigenlijk nooit echt een kinderwens gehad, vertelt hij in de nieuwste Libelle. Ik grapte altijd dat ik gek ben op kinderen, vooral op foto's. Maar ik merk dat mijn gevoel verandert. Doordat ik rustiger ben geworden, zou het nu beter bij me passen. Ik denk dat ik een gezellige vader zou zijn. Hé, wil Gordon nu opeens kinderen hebben? Hoe gaat dat dan gebeuren? Een vriendin in Dubai heeft me onlangs gevraagd of ik mijn zaad niet zou willen invriezen om eventueel met haar een kind te krijgen, als ze niet de partner vindt die ze graag zou willen. Ik denk er nog over na, ik sluit het niet uit. Nou, zijn aardsvijand Evert Santegoets vindt het een onzalig plan en gaat helemaal los in de podcast strikt privé. Hij gaat naar de zestig die man. Het is zelf een stampvoetend kind. Hoe moet dat dan? Evert maakt vervolgens een gemene opmerking over de hondjes van Gordon. Een baby is geen accessoire dat je net als je hondjes op het strand kan laten, en die pootjes kan laten verbranden op het strand, en na een tijdje er bijna niet meer naar omkijken. Dat is toch een heel slecht plan, lijkt me. Co-host Jordi versteegde, hij moet het zelf weten, maar ik hoorde hem afgelopen week bij radio 1 een uur lang en hij heeft denk ik wel 10 keer gehuild. We mogen niet zeggen dat hij labiel is, maar ja. Als ik dan naar dat programma luister, denk ik ik weet het niet. Die Gordon is niet te volgen, vindt Evert. Het is zelf een stampvoetende kleuter. Het is niet te geloven. En hij zou het nooit meer over zijn privéleven hebben. Een heel uur lang op radio 1 nota bene? Jordi, ja, je moet maar eens googlen op de naam van Gordon. Nou, in de afgelopen week denk ik al wel tien artikelen over zijn privéleven. Ja, dat is niet wat wij allemaal verzonnen hebben. Dat zegt hij inderdaad gewoon. Evert, dat zegt hij zelf allemaal. Het houdt niet op, niet vanzelf.